Ik heb een keer hem geprobeerd te verkopen, want we hadden hem verkoopt voor 1750 euro. Ja. En niemand wou hem hebben. Toen dacht ik, nou, dan neem ik hem wel weer mee terug. Goed dat je hem niet hebt verkocht dan, ja, toch? Even kijken hoor. Dat zijn deze. Dat zijn de eerste, ja, dat is het, de Off-White Jordans die eruit zijn gekomen onder Virgil Abloh. Hij is afgelopen maandag overleden. En de ontwerper? De ontwerpen, ja. En de prijs is echt een soort van door het dak gegaan. Omdat iedereen nu zoiets heeft van, ik moet hem toch nog hebben. Hoe kom je nou aan die schoen? Nou, ze hadden dus in 2017 of 18 had Nike een app. En dan kon je gewoon voor inschrijven om hem te kopen eigenlijk. En dan moest je gewoon zo snel mogelijk zijn. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En dat kreeg ik een uur later of zo, kreeg ik een afschrift van mijn bank. Van, ja, er is 160 euro van je rekening afgeschreven. En ik zou kijken. Ik denk, shit, dat is gewoon de duurste van die hele serie, van die 9 die uitkwamen. Ja, ja. Dus je hebt 160 euro voor betaald? Ja, ja, gewoon de winkelprijs. Dat is een beetje hoe het gaat met die sneakers. Ja. Mensen denken altijd van, ja, ze zijn heel duur. Maar onder de streep zijn ze ooit altijd gewoon in een winkel uitgekomen. Dat is een beetje hoe Nike gewoon werkt. Maar hoeveel is hij nu waard? Hij was dus eerst, ik denk tussen de 3.000 en 4.000 euro. Ik denk als je hem nu zou willen kopen, na het, wat er gebeurd is, dat hij overleden is, denk ik wel dat je rond de 7.000, 8.000 euro kan gaan betalen. Okay. En dan heb je ook nog maten die bijna niet te vinden zijn. Want het is een beetje vraag en aanbod natuurlijk. Ja, want ik zag op een bepaalde website dat er ook maten beschikbaar, ja, waren van 120.000, 140.000 en zelfs meer dan 15 miljoen euro. Ja, verschrikkelijk toch? Ja, weet je, als iemand als enige die maat heeft, mm-hmm, dan is het je goed recht om het te vragen. Ja. En of je dan een koper vindt is ten tweede. Maar er zullen vast welvarende mensen zijn die denken van, die 140.000... Die kan ik wel missen. Die kan ik wel missen, ja. Ga jij hem verkopen? Ik heb een keer hem geprobeerd te verkopen. Want we hadden hem verkopen voor 1750 euro. Ja. En niemand wou hem hebben. Toen dacht ik, nou, dan neem ik hem wel weer mee terug. Goed dat je hem niet hebt verkocht dan, ja, toch? En jij zegt rond de 8000 euro is hij waard. Ja. Is dat dan ook de maximale prijs die hij waard gaat zijn? Of is hij over 10 jaar bijvoorbeeld nog meer waard? Je ziet wel, schoenen worden gedragen, ze eindigen bij verzamelaars. Dus het is steeds moeilijker om een schoen te vinden en helemaal in een soort van nieuw staat. Ja. Ik denk het wel dat hij meer waard wordt. En ben je nou ook niet van plan om hem bijvoorbeeld aan te doen op een feestje of zo? Want het is wel lekker flexen, toch, met die schoenen? Ja, nee, eens. Nee, ja. Het is een beetje alsof je een nieuwe auto koopt. Als je de eerste kilometers rijdt, dan is gelijk de prijs zoveel minder. En je moet je ook afvragen, is het dan waard om een schoen van zoveel euro aan te hebben? Heb je nou nog een tip voor mensen die graag willen cashen met sneakers? Ja, er zijn best wel wat winkels en ook apps. Bijvoorbeeld van Nike heb je de Sneakers app of de Adidas Confirmed app, waar je gewoon heel makkelijk kan inschrijven. Maar je moet wel goed je onderzoek doen, want de ene schoen is meer geld waard als je het zou verkopen. En ook wat geluk hebben natuurlijk. Je moet altijd geluk hebben, want het is gewoon een loting waar je mee doet. Stiekem hoop ik gewoon dat mensen de boel niet verkopen en gewoon denken van, ik vind dit een vette schoen en ik hou hem gewoon lekker zelf. Want uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat niet om het geld, maar het gaat gewoon echt om het verzamelen en het hebben ervan.